Ik wil in één foto wil ik eigenlijk twee gezichten vangen. Hoe ziet Nederland hem? En wat is hij uiteraard ook? Maar hoe laat ik ook die andere kant zien? Dus vandaar eigenlijk mijn idee om met sluitertijd te gaan werken. En hem dan ook in die twee gezichten te vangen. Hij was een geweldig model. Heeft natuurlijk waanzinnig meegewerkt. Waardoor dit ook uiteindelijk wel lukte. En het is ook, ik moet ook zeggen, beweging. Het is iemand die natuurlijk altijd in beweging is. Dus vandaar dat ik het zelf niet erg vond dat de foto daardoor ook in beweging is. En er dus ook geen scherpte is zoals jullie misschien in eerste instantie zouden willen. Ik heb dus risico genomen, dat begrijp ik. Ik heb niet gekozen voor mijn scherpe foto, maar voor een foto met een verhaal. En ik hoop dat hij jullie net zo pakt als dat hij mij doet. En dat hij overbrengt wat ik jullie nu net uitleg. Nou, succes. Dag.